Vandaag wil ik de survival video beginnen met het afbouwen van deze mega waterdam. Vergeet niet te liken, we gaan voor 5000 likes. Jongens, daar zijn we weer. Welkom in Content Veen en ik hoop dat jullie de timelapse aan het begin van de video leuk vonden. Maar de dam is officieel zo goed als af, jongens. Hij is alleen nog niet belicht, maar kijk wat een lijp gebouw dit is geworden. Ik ben er zo trots op. En je voelt je ook echt inie mini als je hier rondloopt. Alles is zo hoog, alles is zo groot en het ziet er zo goed uit, hè. Als je hier nu ook boven staat, jongens, op de dam. En je kijkt een beetje hier het waterniveau aan deze kant en je kijkt hier het waterniveau aan die kant. Hoeveel lager het water daar is. Je hebt echt het gevoel dat het een dam is. Wat mooi! En het begint lekker te regenen. Dat vind ik heerlijk. Ik hou van regen in Content Veen. En bliksem zelfs. Ik hou van bliksem in Content Veen. Mijn favoriet. Nee, jongens. Ik ben blij met het resultaat. Wat ik nu wil gaan doen is... Ik wil nog meer dingen gaan doen. Ligt het aan mij of werd het nou ineens nacht? Volgens mij trip ik hem echt knijterhard. Tijd voor... Oh, mijn god. Het is Frederik. Oh, mijn god. Ik denk al... Ik trip hem helemaal. Ik denk het wordt nacht. De bliksem is wel heel erg. Ik wist ook gewoon niet wat ik moest zeggen. Ik dacht even van... wat gebeurt er nou allemaal? Maar, ik wil een hele uitleg geven over wat de planning hier is, jongens. Wat ik nog allemaal wil bouwen met trappen. En kom naar je miserige troonzaaltje. Wees snel. Oh mijn god, dat meen je. Frederik, nee. In ieder geval, jongens, ik ga dit allemaal uitleggen. Dat komt zo meteen. Eerst moet ik naar Frederik toe. Naar mijn troonzaal. Laten we even wat vuurwerk erbij pakken. Ja, want mijn vuurwerk is bijna op. Kom maar aan, Frederik. Oh mijn god, wat is dit, jongen? Wat gebeurt er ineens? Ik ben net mijn video begonnen, 2 seconden. Net naar de timelapse. En dan gebeurt dit ineens allemaal. Maar we moeten naar mijn zielige troonzaaltje toe. Dus laten we dat dan ook eventjes doen. Ah, mijn poort is dicht. Oh mijn god, ik vlieg er bijna knijterhard tegenaan. Hé, er zit nog belasting in de brievenbus. Nice, die moet ik nog even innen. Huh, mijn poort is dicht. Hallo, dat gaan we niet doen. Laten we er even overheen vliegen. Zo. Waarom is hij dicht? Wat is er gebeurd? Waarom is mijn troonzaal dicht? Ik snap het niet. Oh, hij is zelfs hierop dicht. Oh mijn god, wat zijn die vlaggen? Nee, kan ik hier... Oh, wat gebeurt hier allemaal? Wat is dat? Waarom staan hier een of andere rare, duistere... Ja, wat zijn het überhaupt? Ik kan niet... Ja, wat zijn het? Oh meisje, ik kom niet binnen. Ah, er staat een bordje. Oh meneer Brickforce, gadverdamme, ga weg. Die search protector. Wat is... Geen idee, dat zal allemaal wel. Is dit? Waarom staan hier zoveel guards? Wat is dit allemaal? Frederik, wat heb je gedaan? Waarom is het zo duister? Waarom sta je guards en de troonzaal wordt langzaam zwart en weet ik wat allemaal. Lijpe banners wel. Wie is dat? Wat gebeurt hier? Ja. Frederik, wat is er aan de hand? Waarom is alles afgesloten hier? Ja, dan heb ik een beetje privacy. Privacy? Maar dan gaat wat? Ik verwacht 5 stacks hout terug zoals de afspraak. Oh, dit is het anders, oké. Okay. Frederik, waarom, wat doe je? Wat doe je op mijn troon? Waarom is mijn troon zwart? Waarom is het tapijtje zwart? Wie zijn dit? Deze bewakers of zo met netherite zwaarden en al? Oh mijn god, wat doe je hier? Dat is van mij. En net als de rest. Wat is dit? Het kasteel is van mij. Hoezo dit kasteel? Nee, ik weet dat je Content Veen over wil nemen, maar dat gaat... Sinds wanneer kan jij het weer beheersen gewoon? Met een avatar of zo, wat is dit? Ja, ja. En wat is dit? Is dit... Wie is dit? Frederik? Wat... Dit is mijn nieuwe project. Wat ben jij allemaal aan het doen? Waarom gromt hij zo?
Net als ik. Ik grom ook als een echte piraat, hoor. Ja, ik... Frederik, is dat... Hij lijkt op Frank, maar zonder bril. Frank heeft ook altijd zo'n cursed hoofd, maar... Het was handig dat zijn lichaam nog zo vers in de grond lag. Daarmee kon ik hem pakken en... Broer, je zo vers in de grond lag. Wie is dit? Is dat Frank? Hij lag toch op een graven. Op het begraafplaatsje van hem. Van jou. Oh! Nu is dit mijn project. Dus jij hebt Frank? Wacht, 2 seconden, Frederik. 2 seconden. Ik moet heel even dit een plekje geven. Jongens, voor jullie. Volgens mij... Frank ligt daar helemaal niet. Dat was de collega van Frank. Die hadden we begraven. En niet Frank zelf. Dus ik denk dat Frederik denkt dat hij Frank heeft omgetoverd tot rare dingen. Maar is dat Frank? Misschien is het wel Frank. Ik weet niet of dat Frank is. Want in ieder geval, het is heel eng. En er staan bewakers hier overal. Wat ben je nou niet of Niks. Maar wat is je planning? Dit is mijn kasteel. Dat weet je. Nou, niet meer. Alles mijn is afgesloten. Er staan guards. Er staan alles. En mijn project staat hier. Dus ik weet... Ja, het project vind ik wel heel eng. Het project vind ik op foto staan ook nog bewakers. Maar wat wil je? Ja. Maar jongens, ik weet niet of ik dit wil aangaan. Kijk, Frederik of zo en die bewakers, dat kan. Nou, die bewakers zijn ook wel eng trouwens, hoor. Maar dat vertrouw ik gewoon voor geen meter. Ik weet niet wat ze zegt. Hij gromt, Frederik. Hij gromt letterlijk als een of andere demon. Ja, ik moet hem nog veel leren, dat klopt. Oh, wat is het duister hier ineens allemaal, hè? Maar, wat wil je dat ik doe? Dit is mijn kasteel, ik woon hier. Ja, je woont in deze stad inderdaad, maar niet meer hier. Dit kasteel is nu van mij in ieder geval. Het kasteel? Ja, dat sowieso. En langzaamaan de rest. Want dat miserige huisje hier beneden, het was leuk voor even. Maar daar wil je niet meer wonen. Dus ik word letterlijk uit mijn... Ik kom niet eens uit mijn woorden. Waarom gromt hij zo? Hou eens op. Ik vind het eng. Frederik, puur door dat ding. Mag je het even hebben? Ik ga uitvogelen wat je allemaal aan het doen bent hier. Waarom je in één keer weer zoveel... Zijn dit überhaupt wel mensen of zijn dit robots? Of wat zit hierin? Daar kan ik niet te veel over prijs geven. Dit zijn mijn projecten. Waarom werk je niet meer met robots? Je weet. En iedereen weet hoe dat is afgelopen. Dat weten we allemaal. Ik had je verslagen, Frederik. Maar ik laat het hier niet bij, oké? Dit kan niet. Het feit dat je me... Het nooit. Weet je, het geeft veel te veel licht. Weet je... Nou? Het is allemaal goed geweest. Ik zal je niet verbannen uit de stad. Uit deze, mijn stad. Uit mijn stad verbannen? Ja. Uit mijn eigen stad? Ik zal zeggen, je mag een huisje uitkiezen. En daar mag jij wonen. In een miserig klein huisje, zoals waar je mij hebt ingestopt. Je weet dat dit van mijn kaliber is. Ik heb een huis en ik krijg een schuur. Ik heb dit allemaal zelf gebouwd, Frederik. Hoe komt dat überhaupt binnen? Ik heb een dak. Ik heb dit allemaal zelf gebouwd. Weet je wat? Stik even je kasteel. Je mag hem hebben tot nu. Voor nu. Kies een huis. Kies verstandig. Gadverdamme. Frederik, ik laat het hier echt niet bij, oké? Oké, ik ga al. Jemig. Ik ga al. Oh, mijn god, er is hier een skeleton. Normaal spant hier helemaal niks. Wat ben je allemaal aan het doen? Waarom spannen je mobs? Jongens, wat is dit? Wat was dit allemaal? Waarom heeft Frederik... Hij zei dat hij mijn kasteel over ging nemen. Nou, ik denk, weet je wat, ik laat hem wel gewoon in mijn stad. Misschien wordt hij een beetje vrolijk, wordt hij minder eng. En dan leert hij gewoon leven als een normale burger. Maar nee, die Frederik, die heeft mijn kasteel overgenomen. Die heeft guards neergezet. Jullie zagen ze, rare bewakers in zwarte harnassen. Ik weet niet echt precies wat het was. Ik kon niet echt erkennen of het nou mensen of robots of iets waren. En een of ander, rare monster dat blijkbaar Frank blijkt te zijn. Maar is dat echt niet Frank? Wacht. Ik ga even naar de politiebureau. Of dat geen Frank is. Oké, laat ik even snel kijken, jongens. Want 100% dat is niet Frank. Want Frank die is natuurlijk nooit dood gegaan. En daardoor is het gewoon niet... Wat is hier gebeurd? Wat is er... De hele bende is kapot hier. Heel politiebureau... Nee, Frank. Het is wel Frank. Heel politiebureau is getrashed. Oh mijn god, dat meen je. Kan ik naar boven? En naar boven is helemaal kapot. Dat is ook gewoon niet te doen. Heel het politiebureau is gewoon kapot. Oh mijn god, jongens. Wacht, nee, het graf. We gaan naar het graf. Oh mijn god, nu moet ik het zien ook. Is hij echt opgegraven hier? Want dan snap ik er helemaal... Oh mijn god, hij is echt opgegraven hier. Ja, ik zie het al, ja. Maar, wacht. Hier lag niet Frank, weet ik. Want dit was de collega van Frank. Dus collega van Frank is opgegraven. Bij de begraafplaats. Die inmiddels natuurlijk, ja, in aanbouw is verder. Maar het politiebureau zelf is ook helemaal getrashed. Is helemaal stuk. Ik ga nog één keer naar binnen. Wacht even. Het is hier helemaal... Hier, kun je zien. Helemaal kapot. Dus waar is Frank? Wat is er gebeurd? Wat heeft Frederik allemaal gedaan, joh? Wat heeft Frederik allemaal gedaan? Fred wordt nog steeds gezocht. Huis van Fred. Oh, wacht trouwens. Dit heeft Fred zelf gedaan. Ik snap er zo weinig van. Oh, die Frederik. Jongens, jullie moeten me even helpen in de reacties. Denken jullie dat het Frank is? Wacht, misschien kan ik even naar binnen spieken via...
de boom. Als ik op de boom ga staan hier. Kijk, let op. Als ik op de boom ga staan. Kijk, daar, Frederik loopt er ook. Oeh, pas op, hij gaat naar buiten kijken. Oh mijn god, hij ziet me ook. Hoe heb jij dat zo snel door? Dat ik hier sta. Hij heeft het al gelijk door. Maar kan ik zijn projectje zien of niet? Ja, kijk daar. Ik kan het alleen niet goed zien, maar is dat Frank, jongens? Laat het alsjeblieft even in de reacties weten. Jullie moeten me nu vertellen of dat Frank is. En terwijl jullie toch in de reacties aan het reageren zijn... Stomme Frank, jongen. Hij zou gewoon zijn content laten zien. Vergeet zeker er ook even niet de video te liken. Eén ding is zeker. Nu Frank soort van weg is of zo... kan ik Fred dan nu even vrij laten. En ik moest een huis kiezen, want ik woon niet meer in het kasteel. Dus laten we eerst even met Fred praten hierover. Want dan moet ik even Fred vertellen wat er gaande is. En dan ga ik denk ik een huisje kiezen... waar ik even tijdelijk mijn spulletjes neer kan zetten. En tijdelijk kan wonen, denk ik. Maar goed, laten we eens naar Fred gaan. Fred! Hallo! Oh, daar ben je! Ik hoor je al aankomen. Fred! Ja? Doe open, alsjeblieft. Nee, ik kan niet. Ik sta te douchen. Douchen? Je kan niet eens tegen water. Het regent buiten. Oh ja. Fred, ik moet je spreken. Ik ben druk. Hoezo ben je druk? Hallo, doe eens open. Nee, kan niet. Druk met wat? Ik heb belangrijk nieuws. Ik ben te druk. Dus kan alsjeblieft, ik kom er zo aan. Kan ik zo terugkomen over een kwartiertje, 10 minuten? Ja, dan ga ik mij afdrogen. Prima, ik kom zo terug, oké? Okay? Doe jij je ding. Ik hou van groen. Doe jij je lekker van groen houden, ik ben zo terug. Doei. Dag. Oké, jongens, ik denk dat ik het huis naast de bank wil kiezen. Dat is puur omdat dit huis gewoon nog niet geclaimd is, dacht ik. En dat ik hier dan even tijdelijk woon. Weet je, is dit een goed huis om even tijdelijk te wonen? Ik bedoel, dan heb ik een keldertje hier. Ik bedoel, ik heb mezelf gebouwd, dus het is sowieso wel mijn huis. Ik hoef hem niet te kopen, weet je. En in het nieuwe gedeelte is het... Oh! Oh! Oh, mijn hart! Oh! Oh, mijn god! Oh! Jemig! Oh mijn god, ik ga hem nu ook gewoon wegsturen. Oh, wat was dit eng. Ik schrok me... Het is Minecraft, waarom schrik ik? Het is Minecraft! Ik wil het niet eng vinden. Huh. Maar nu kon ik hem een beetje... Leek hij op Frank? Volgens mij leek zijn ene kant op zijn hoofd leek op Frank. En de andere kant op een soort duister persoon. Ik weet niet wat voor duister persoon het zou zijn. Maar oh mijn god, wat vond ik dit eng. Wat vond ik dit niet leuk. Maar laat ik dit huis maar gewoon even claimen, denk ik. Want ja, welk huis kan ik anders claimen? Dus dit is allemaal al bezet. Die is nog... Oh, die zijn ook bezet. Die twee, die zijn allebei gekocht. Die daar zijn al gekocht. En ik wil niet in het oude gedeelte. Ik denk dat... Ja, dan claim ik deze maar gewoon. Hier, laat ik deze maar even tijdelijk claimen. Zo. Van Max, denk ik. Maar gewoon zo. Laat ik hier maar wonen, jongens. Oh, wat vond ik dat eng. Ik krijg helemaal de rilling. Het was niet omdat hij... Ja, hij ziet er eng uit. Maar het was gewoon de jumpscare. Ineens in mijn gezicht stond hij. Oké, laat ik even mijn spulletjes hierheen brengen. En dan heb ik een huisje waar ik mag wonen in mijn eigen stad. Wat het eigenlijk mijn eigen kasteel is. Waar ik niet eens weggestuurd... Oh mijn god, ik creeper. Ik moet snel even mijn main spulletjes pakken. Dat zijn deze gewoon. Mijn hoofdspulletjes. Ja, en de rest ligt in mijn kasteel. Maar heb ik dan tijd om die terug te veroveren? Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik de tijd heb om... Nou, de tijd misschien wel. Maar ik wil eigenlijk het kasteel gewoon niet in. Voordat ik weet wat dat beest is. Maar ja, al mijn goede spullen liggen daarboven natuurlijk. En mijn geld ligt in de bank, dus daar ben ik wel blij mee. Laten we hier beneden eventjes mijn spulletjes neerzetten. Even tijdelijk, weet je. Dat we even hier zo... Kijk, dan bruin doen we onder. Zo, dan zijn dit een kastje mooi. Dan doen we hier doen we even de andere gekleurde dingetjes. Zo, hoppakee. Even een crafting tabletje plaatsen. Laten we het gewoon even leuk inrichten. Ik bedoel, ik ben eigenlijk mijn eigen kasteel gestuurd. Maar ik ben geen barbaar die dan in een lelijk huisje gaat wonen of zo. Dan wil ik het wel gelijk mooi hebben hier. Dat gaan we gelijk even fixen. Zo, plafond moet er even mooi in. Ik ben geen barbaar, jongens. Wat een twist aan deze aflevering. Dat dit ineens allemaal gebeurt. Hier had ik niet op gerekend. Moet ik eerlijk zeggen. Het regent nog steeds buiten, dus laten we maar even slapen. Ik kan op een bepaalde manier ook het weer controleren. Namelijk door gewoon lekker te slapen. Kijk, oh, er is de regen weg. Het is wat stiller buiten. Even wat kissies maken. Zo. En veeltje hier in het midden. Crafting table doen we dan hieronder. Wil ik eigenlijk, besef ik nu. Hier wil ik de crafting table en veel. Zo. Even wat furnaces plaatsen. Wederom, ik ben geen barbaar, dus het moet er wel even een beetje leuk uitzien. Die even weghalen, die staan hier toch niet mooi. Want hier wil ik dan... een boekenkast maken zoals dit. Met een barrel erin. Lantern aan de bovenkant. Trapdoors hier en daar. Doe deze doen we even hierin zo. Leuke blaadjes een beetje toevoegen voor, ja, detail. Gaan we een keer een andere kleur doen naar rood. Als volle tapijtje. Doen we gewoon even een keertje een soort blauwachtig tapijtje. Puur voor een keer verandering. En dan moet er wel natuurlijk diepte in het tapijt zitten. Wederom. Ik ben geen barbaar. Hier, we kunnen hier op zich wel wat leuks mee. Kijk, het is niet heel mooi. Omdat het natuurlijk allemaal verschillende kleurtjes zijn. Maar wat we
wel ermee kunnen, is als we hem gewoon een beetje dichtbouwen zoals dit. Kan het toch enigszins mooi zijn? Het is gewoon mijn gekleurde kast, weet je, die ik heb hier zo. Dan hebben we hier weer een boekenkast in het hoekje. Waar blijf... Oh, Fred is klaar, jongens. Stop. Fred is klaar. Ik denk dat waar blijf je? Dat het is. Alleen, Fred kan nooit zo normaal praten. Dat lukt hem niet helemaal. Je. Kijk, dat bedoel ik al. Kom eraan, Fred. Kom eraan. Zo, dan hebben we even tijdelijk een huisje ingericht waar we kunnen leven, jongens. Voordat ik weet wat dat rare monster van Frederik is, kan ik niet, denk ik, mijn kasteel terugveroveren. Omdat ik bang ben dat er echt iets heel raars zou gebeuren waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Dus huis van Max, prima. Hier, laten we even naar Fred gaan. Oh, het is een lekker dag. Oh, dat heb ik zelf gedaan, bruh. Laat maar. Ik kan zeggen, oh, het is een lekker dag. Fred? Oh, kijk, daar ben je. Nu zie ik je ook. Fred? Hallo. Hey, Fred. Hoi. Hey, doe, wil je open doen voor me? Ja, even testen. Hoi. Hallo. Hallo. Mag ik binnenkomen? Ik ben weer schoon. Je bent weer schoon. Waarmee douche jij? Je kan niet eens met water douchen. Motorolie. Ik ga niet eens meer in discussie. Fred, ik heb belangrijk nieuws. Ik moet je spreken. Mag ik binnenkomen? Dat mag. Hoi. Heb jij het andere blokje? Ja. Oké. Plaats ik het er dicht. Kom, zo. Wat een leuk, gezellig hok heb je hier nog steeds. Fred, je hebt een nieuwe painting. Die was volgens... Die had ik, of was die er ook al vorige keer? Dit is mijn vriend. Oh, hoe heet hij? Fred. Ik ga niet eens weer om vragen. Ik ga niet eens weer om vragen hoe jij alle dingen noemt. Want alles wat jij een naam kan geven, noem je gewoon Fred. Altijd is het Fred. En in dit geval zoals de creeper hier. En hij is groen. Ja, hij is groen. Ik zei het al, hij is groen. Ik heb een bowlingbaan gemaakt voor als ik alleen ben. Een bowlingbaan? Je bent wil een je beetje proberen? Ja hoor, je bent een beetje eenzaam, hè? Of niet? Met eieren. Oké, okay, komt je. 1, 2, 3. Oh, ik heb wil het niet gered. Ik wil nog een keer proberen. Ik wil nog een keer proberen. Dat mag. Oh, je hebt maar één bowlingbal. Ja. Ik moet wel zeggen, Fred, ik heb een beetje net slecht nieuws zo gekregen allemaal. En dit vrolijk me wel een beetje... Dit vrolijk me wel op. Oh, ik heb het weer niet gered. Ik weet je, het zal wel. Fred! Nee, nog een keer. Totdat je het haalt. Dat is leuk. Oké, dan ga ik het weer halen. Kom op, je kan het. Ik ga het weer niet halen, Fred. Ik wil het niet nog een keer proberen. Dan nee! Snel. Nee! Nog één keer, alsjeblieft. Ja, zo, hij redt het. Ja, ik heb het gehaald. Auw! Auw! Je hebt letterlijk in mijn gezicht geschoten, Fred. Kom dat hieruit, achter de painting vandaan? Nee. Fred, jongen, dat was gewoon een valstrik, was het. Dat klopt. Maar ik heb belangrijk nieuws. Wacht, wat is dit? Dat is een project. Oeh, wat is dit? Huh? Wacht, wat, hier kom ik later op, Frederik. Fred. Ik heb nieuws over Frederik en Frank. Ja. Heb jij ergens waar we even kunnen zitten? Nog niet. Maar als jij achter jou kijkt en heel blijft kijken, dan wel. Moment. Tada. Wat voor verschil zou... Oh, je hebt letterlijk twee stoelen ingezet. Nou, laten we zitten. Hij doet het niet. Zo, ga bukken, Fred. Zittend bukken. Ik heb nieuws over Frank en Frederik. Mijn kasteel is zojuist overgenomen door Frederik. En volgens mij is Frank een soort monster geworden, waardoor jij in principe weer... Ja, veilig vrolijk rond kan lopen door de normale wereld. Je bent vrij. Dat wil ik zeggen, letterlijk. Hoezo, dat werd tijd? Wat doe je? Hoezo, dat werd tijd? Ik kan Hallo? Toch gaan. Ja, maar, je mag gaan, maar wil je niet de rest van het verhaal horen? Nee. Wat? Oké, nou. Ik denk dat Fred hier gewoon zo eenzaam was, dat hij gelijk denkt, nou, weet je wat, prima, ik ga er vandoor. Ik ga akkoord met het feit dat ik weer rond mag lopen. Ja, ik denk dat het weer veilig is voor Fred. Maar nu, jongens, nu kan ik mooi onderzoeken wat dit is. Nu Fred toch even... Oh, mijn god, ik schrik me helemaal kapot, Fred. Wat doe je hier? Wat doe je? Moest de knop omzetten. Tot voor wat? Hoezo niet dicht? Het mag open. Het zal wel. Wat is dit? We moesten de knop omzetten. Hè? Maar wat is dit dan? Het is een projectje van Fred. Een hoofdje, een robotgezicht lijkt het wel. Het lijkt op een robot. Misschien dat hij eenzaam was, dat dit het was. Ik weet alleen niet wat het doet. Ik kan wel een beetje de redstone aanpassen, knopjes overhalen. Maar volgens mij... Ik ben jouw persoonlijke contactveen assistent. Klik 1 voor deze stem. Hallo. Ik ben jouw persoonlijke contentveen assistent. Voor deze stem, klik 2. Wacht. Persoonlijke contentveen assistent. 1 of 2, de vrouw of man? 1, 2. Wat is 3 dan? Er is ook een 3. Laten we maar gewoon 1 doen. Prima. Vanaf nu ben ik jouw persoonlijke contentveen assistent. Wat wil je weten? Wacht even. Ik wacht... Wat? Komt het veenassistent? Wie ben jij? Ja, komt het veenassistent. Hoe kom jij hier? Dat wil ik weten. Fred heeft mij gebouwd. En wie ben jij? Ik ben Max, denk ik. Mag ja. ik je Max noemen? Je mag me Max noemen, ja. Ik heet Max. Opgeslagen. Hallo, Max. Hallo. Wat is jouw naam? Mijn naam is Fred. Natuurlijk heet je Fred. Fred heeft je gebouwd. Natuurlijk. Mag ik je ook een andere naam geven? Dat mag.
mooie benoemen. Kijkers thuis. Jullie moeten even namen denken voor deze... Kijkers thuis. Voor nu heet je kijkers thuis, prima. Ik kom zo terug, assistent. Dat is goed, tot ziens. Okay. Tot ziens. Kijk eens jongens, jullie moeten eventjes een naam bedenken voor deze, ja wat is het, Google assistent, soort van persoonlijke content veen assistent. Kom even nu in de reacties met leuke namen voor haar of hem, want ik kan er blijkbaar ook een M van maken. En waarom heeft Fred dit gemaakt? Hij was zo eens dan dat hij een persoonlijke assistent gebouwd heeft. Misschien heb ik hier op zich nog wel wat aan. Wacht, laat ik deze banners even hier weghalen, deze. Kan ik gewoon even normaal naar hem kijken zo, hoppakee. Kijk eens thuis. Wat wil je weten? Weet ik niet. Ik moet even. Wat kan ik aan je vragen? Wat ken jij? Ken jij alles? Als in, heb jij de kennis van alles? Fred heeft mij een volledige database gegeven. Met alle kennis van Content Veen. Oké, dat is handig. Handig om te weten. Dus als ik wat wil weten van jou, dan... Wie is de koning van deze stad? De koning van Content Veen is Walnoot. Oftewel, Max. Yeah! Oftewel, Muik. Oftewel, like a walnut. Oftewel, dat was hem. Je hebt vele bijnamen, heb ik gehoord, van Fred. Dat klopt. Oké, jongens, het is dus een persoonlijke assistent. Genaamd, jullie vullen dus de naam in de reacties. Dan kan ik hem volgende keer de naam geven. Hij heeft alle kennis. Hij wist dat ik koning was van Content Veen. Dus dat is top. Maar wat gaan we aan hem, haar, aan het hebben? We kunnen daar sowieso nog wel een nuttig doel voor krijgen. Oké, jongens. Maar dan nu ga ik hem even op de proef stellen. Om te kijken of het daadwerkelijk wel gewoon alle kennis heeft van Content Veen. Want dat beweert hij dus. En misschien dat we hem dan later wel gewoon echt nuttig kunnen gebruiken. Assistent. Hallo. Kan ik je helpen? Ja, graag. Ik heb een vraag voor jou. Ik wil je een beetje op de proef stellen om te kijken of je daadwerkelijk een database hebt met alle kennis van Content Veen. Dus bij deze, wie zijn de twee koningen van Oud Kingdom Forden? De koningen van Kingdom Forden zijn Rick en Bram. Dat klopt. In mijn kasteel van vroeger, de stad gewoon nog steeds, had ik altijd een villager rondlopen die ik een dorpsgek noemde. Welke villager was dat? Dat was Willy. Dat was inderdaad Willy. Willy de dorpsgek. Ja, oké. Dan komt hij. Van al mijn katten die ik heb, welke kat had ik als allereerst? Je hebt vele katten gehad, maar de allereerste is Dickie Dick. De oranje kat, Dikkie Dik. Oké, hij weet serieus dus wel veel van Content Veen, jongens. Kan ik je nog ergens mee helpen? Kan jij ook naast dingen voor mij beantwoorden ook dingen besturen? Heb jij toegang tot bepaalde onderdelen van de stad? Deuren bijvoorbeeld of zo? Dit staat buiten mijn bereik, tot nu toe. Misschien kan Fred hier wel aan werken. En als ik trouwens dit zo, die twee dingen hier omhaal, dan krijg ik in één keer... Wacht, even kijken. Als ik deze omhaal, krijg ik dan de mannenstem. Hallo, waarmee kan ik je helpen? Ja, dat is serieus. Dan krijg ik de mannenstem. Oké, ik heb nog een derde, maar die bewaar ik nog even voor een andere keer. Omdat ik gewoon even de spanning voor mezelf een beetje op wil bouwen daarvoor. Ben jij dezelfde als net? Of gewoon met een andere stem? Ik ben dezelfde, maar puur een andere stem. Voor ieder wat wils. Oké, nou, duidelijk, prima. Sluit ik je voor nu even af. En dan tot de volgende keer, assistent. Ik heb nog geen naam voor je. Tot de volgende keer. Zo, nou, we hebben hem uitgezet, jongens. Oké. Bizar dat Fred gewoon een soort persoonlijke assistent gebouwd heeft voor Content Veen. We kunnen deze deuren inmiddels wel opengooien, dat is wel fijn. Laten we het ook maar gewoon dan doen zoals dit, hoppakee. Dus de Fredgrot nu officieel een ruimte waar mensen kunnen komen. En misschien ja, ik weet niet of ik die assistent helemaal voor mezelf wil houden. Want ja, het is leuk dat hij vragen beantwoordt, maar verder heb ik natuurlijk niet heel veel aan. Maar als jij nou een vraag hebt, dat je denkt van... Oh Max, je moet dit echt aan die dinges vragen of je dit kan doen of dat kan doen. Laat het in de reacties weten, misschien dat ik dan wel gewoon die vraag stel aan hem. Het is wel lijp, ik vind het wel heel leuk. Gewoon een persoonlijke assistent. Oké, maar dan nu. Mijn stad is overgenomen. Of, oh mijn god, ik schrik me kapot. Waarom schrik ik zo? Ik ben echt heel schrikkerig deze aflevering. Hallo Fred. Hallo, wanneer gaat de show beginnen? Oh, de vuurwerkshow. Ja, ik zit al een tijdje te wachten. Ja, dan moet ik heel eerlijk zijn met je Fred. Die is al geweest. Oh, oké. Oh, dat pak je goed op. Ik dacht dat je wel verdrietig zou zijn, maar blijkbaar maakt het Fred allemaal niet zoveel uit. Dan, ja, oké. Frederik heeft mijn kasteel overgenomen. Ik ben uit mijn kasteel gezet. Ik woon nu even letterlijk in dat huisje daar. Dus ik ben nu gewoon een dorpeling in plaats van de koning in mijn eigen kasteel. Ben ik mijn kroon dan ook gewoon niet meer waard? Ik voel me ook gewoon niet meer waardig. Omdat ik gewoon het soort van accepteer dat ik even eruit ben gezet. Ik ben niet met een gevecht gestopt of zo. Dus, jongens, laten we de kroon even afzetten. Ik ben de kroon niet meer waard. Oh, wat voel ik me kaal. Zo, dit is letterlijk mijn normale skin is natuurlijk gewoon dit. Maar het klopt gewoon niet. We gaan even mijn huisje hier in. Oh. Waarom heb je hier? Waarom laat je me zo schrikken? Ik was op weg naar de bank om verder te werken. Maar ik zag dit mooie huis. Ik vind dit mooi. Ik vind het prachtig. Wij zijn buren. Oh nee, we zijn buren. Nee. Oh mijn god, waarom heb ik dit huis gekozen? Ben ik buren met Fred? Met de bank? Waar heb ik niet over nagedacht? Tot ziens.
Als ik je ooit moet helpen, dan kan dat natuurlijk. Ik ben Frit. Ik hou van groen. Ja, oké. Okay. Als je hulp nodig hebt, zal ik dat doen. Ik laat het weten. Jij bent Frit, je houdt van groen. Hulp moet je doen. Mooi rijmpje. Vind je het leuk? Ik ga werken. Tot ziens. Dag Frit. Dag. Oké, jongens, dat was druk ineens. Maar welkom in mijn huisje dus. We wonen hier eventjes. Ik zal zo mijn normale dingen uitzetten. Dit is letterlijk hoe ik er nu uitzie. Dit ben ik. Dit ben ik gewoon kroonloos, koningloos leven. Een koningloos bestaan leef ik hier gewoon nu. Oh, wat erg. Dat kan eigenlijk echt niet. Maar ja, de keuze is... ik heb niet zoveel keuze, hè. Dat is het een beetje. Dus wat ga ik doen? Ga ik mijn huisje hier even inrichten? Voordat ik mijn huisje ga inrichten, gaan we eventjes hierheen. Omdat ik jullie nog wil vertellen wat mijn planning hier is. Wat ik aan het begin van de video wilde doen. In ieder geval, laten we heel even nu dit allemaal tot rust komen. Dat de... Oh mijn god, mijn vlaggen. Wacht even, nog één klein dingetje, hoor, jongens. Voordat ik hier dat uitgelegd ga doen. Mijn vlaggen zijn zwart! Nee! Waren die de hele tijd al zwart? Valt me dat nu pas op? Of waren die echt net pas zwart gemaakt? Wow. Ziet er op zich wel zo cool uit. Best wel, ja, duister. Maar het rode is mooier. Alleen, ja, dit is wel teken dat Frederik daadwerkelijk alles serieus neemt. Oké. Het is echt de derde keer of zo dat mijn kasteel wordt overgenomen, jongens. Echt waar. Is Julian, Fred een keertje toen. Nu weer Frederik. Waarom wordt elke keer mijn kasteel overgenomen? En nu ben ik zelfs mijn kroon kwijt. Maar goed, dat laten we even rusten. Jongens, het survival gedeelte. Welkom bij de grote dam. Jullie hebben hem allemaal gezien op de timelapse natuurlijk. Ik ben begonnen met het water, heb ik hier gebouwd. Het is hier nog steeds plat. Dat is allemaal dicht inmiddels. Heel veel progressie is er gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. Het water stroomt er zelfs al doorheen. Dat vind ik echt heel cool. En het leuke is, je kan er ook doorheen zwemmen als je wil. Je kan gewoon zo het waterpad volgen. Hoppakee, en dan kom je dat daar terecht. Dus dat is wel heel leuk. Het ziet er goed uit. Dan nu een beetje mijn planning. Dit is trouwens echt heel stom dat hier nog steeds die spannen staat zo. Maar mijn planning is om een trap vanaf daar te maken die zo naar beneden gaat. Dan een pad hier. Misschien wat huisjes hier. En misschien nog wat woonhuisjes daar. Omdat dat aan de kant zit van het kasteel zelf. En dat dan dat ook de laatste paar woonhuizen zijn. En dat dit hier wordt één groot industrieterrein. Maar goed, een trappetje zo naar beneden. Dan hier een trappetje zo naar beneden. Dan kan je hier de begraafplaats op. Maar dan kan je ook nog een trappetje verder nemen die dan zo naar beneden gaat tot daar. En dan ben je in dit nieuwe gebied. Dan wil ik hier een soort pier maken aan het water. En niet een visserspiertje, maar gewoon echt een pier op de manier dat je ook bijvoorbeeld in Rotterdam een grote haven hebt. Echt puur voor werk en industrieterreingebied. Redenen, weet ik hoe ik het moet noemen. En niet voor plezier en vissen en weet ik veel wat allemaal. Dan hier hebben we natuurlijk een heel lelijk stuk van de berg uitgehakt. Maar wat we wel nu kunnen doen, is het nog verder uithakken. En nog lelijker maken. En dan wil ik het een beetje naar binnen laten hakken. Waardoor je een soort grotachtig idee krijgt. Weet je, waardoor het langzaam naar binnen loopt. En dan kan ik het laten overkappen zo langzaam. Een beetje zoals dat ik bijvoorbeeld hier ook heb gedaan. Weet je, dat het zo naar binnen loopt allemaal. En dan niet zo vierkant als dit, maar dat het een beetje rond zo loopt. En dan kunnen we beginnen met de huizen. Dan kunnen we beginnen met een treinspoor met daarop een grote minecart met allemaal oors erin. Watermolens hier die voor soort energie zorgen, waardoor mensen hier met water dingen kunnen doen, weet ik veel. Koperen huizen, maar dan wel mooi met koper hoor, geen zorgen. Hijskranen, weet ik veel allemaal jongens. Ik wil hier echt een lijp industrieterrein van maken, wel met een woonhuis ertussen, maar dan echt heel anders dan dat ze daar eigenlijk zijn. En dat toch die woonhuizen ook meer een doel hebben dan alleen een leven leiden. Het is allemaal wat, hè, jongens. De dam die is zo goed als af. Daar ben ik wel blij mee. Hij is alleen nog niet belicht. Daar moeten we nog even naar kijken en zo. En ik ben benieuwd wat ik hiermee wil doen. Misschien dat ik dit eventjes gras maak. Om het toch even, ja, wat meer naar mijn smaak te hebben. Daar hebben we Fred. Daar loopt hij. Hallo, Fred. Hallo. Zullen we dat gewoon even doen, jongens? Dat even gras maken om het even een beetje... ja, dan is het wat in mijn hoofd wat rustiger afgewerkt, weet je? Dat het nu nog steen is, vind ik leuk. Maar hierboven is ook alles gras. Dus als dat gras is, dan, ja, is iets beter. Gewoon voor nu eventjes wat meer overzicht. Later wordt het waarschijnlijk wel weer stenen, zomaar op een mooie manier. In plaats van zoals het nu is. Dus laten we dit gewoon eventjes gras maken. Dan markeer ik dit gebied namelijk gewoon als dit is al qua hoogte goed en zo. En dan alles wat ik daar binnen hak, maak ik dan ook even gras als vloer. Dat ik dat later allemaal aan kan passen. Maar het is gewoon een soort, ja, markering. Alsof ik met een stift markeer van, joh, jongens, hier mag later allemaal gebouwd worden. Vinden jullie het nieuwe gebied een beetje leuk, jongens? Ik vind het zo leuk om hier aan te werken, aan dit stuk. Aan dit hele nieuwe gebied. Want dat gebied is natuurlijk klaar. Ik wou er naar wijzen, maar de dam is gewoon te groot. Ik kan niet meer overheen kijken vanaf hier. Ik vind het zo leuk om hier lekker aan te werken. Gewoon een nieuw groot project weer. Waar ik weer echt uren en uren en uren mee bezig zijn. Voordat ik überhaupt een beetje progressie heb telkens. Ja, dat is leuk. Zo hoort het ook gewoon. Alleen ja, nu heb ik mijn kasteel niet meer, maar waar ik me naar terug kan trekken. Nu moet ik gewoon naar een simpel huisje. Nu ben ik gewoon net zoals... Oeh. Nu ben ik net zoals Rick. Gewoon een normale burger.
Oké, mijn inventory zit vol, dus laten we even beginnen met heel veel gras plaatsen, want dan heb ik weer wat ruimte. Hoef ik niet telkens naar de kist heen en weer te vliegen. Ik hoop wel dat Frederik het voor nu even bij mijn kasteel laat, want zodra hij de hele stad gaat overnemen, dan ben ik bang dat ik niet eens meer hier aan verder kan bouwen. En dat wil ik niet. Ik wil wel gewoon verder bouwen. Dat is een verplichting. Oh nee. Oh, het gras gaat hier lelijk zijn, omdat het in een lush cave... Kijk, dit is volgens mij de biome hier. Lush cave. Jongens, omdat hier normaal een berg stond, waar we nu staan, is dit een lush cave, waardoor de... Oh mijn god, wat lelijk. Nee, nee. Het gras gaat zo raar worden. Oh, dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat het gras mooi is en niet zo raar. Oh, misschien moet ik mijn biome blend dan even wat mooier aanzetten. Het is mijn settings. Hier, biome blend. Zullen we eens kijken? Oh! Oh, kijk! Kijk het verschil als ik dat aanzet. Dan valt het mee. Dan wordt het een beetje lichter. Maar dan is het niet in één keer zo dat het met een blokje ploep een stuk andere kleur is. Dus we doen dit gewoon. Biome blend is goed. Die hebben we gewoon lekker hoog gezet. Die beacon hier, die is inmiddels ook exposed. Die had ik voor mijn gevoel echt diep onder de grond gebouwd. Zodat ik dan, nou weet je, dan kom ik die nooit tegen. Maar inmiddels ben ik gewoon al bij de beacon terechtgekomen. Maar dieper dan dit gaan we niet graven op dit punt. Hoop ik. Kijk, je ziet nog steeds dat het gras daar een stuk lichter is. Maar het is gewoon een stuk minder lelijk. Zo, dan is het gras helemaal opgevuld. Dan heb ik weer wat ruimte in mijn inventory. En dan kunnen we gewoon weer verder gaan met eindeloos hakken. Evengoed zit mijn inventory zit gewoon weer vol. Man, ik heb zoveel steen, jongens. Ik heb het jullie een paar afleveringen geleden laten zien. Maar inmiddels is het gewoon nog meer geworden. Er zijn volgens mij gewoon weer 2 à 3 kisten volledig bijgekomen die gevuld zijn. Ik heb echt te veel steen. Vullen we het helemaal op met gras. En dan is dat in ieder geval weer gedaan gewoon. Ziet het er ook weer netjes uit. En het is opgevuld. Hoppakee. En ik heb nog een stack en 17 over, dus dat scheelt. Maar laat ik de beacon dan ook even verplaatsen naar gewoon ongeveer het midden. Nou, er is een dubbel midden. Dus laten we zeggen, we doen hem gewoon. Gewoon aan deze kant hier doen we even de beacon verplaatsen. Dan is hij iets meer minder random. En dan kunnen we dit gedeelte ook gewoon even plat maken. Dus kom maar meneer de beacon. Ga je weghakken zo snel mogelijk. Nu de beacon nog effect. Hey, hij is uit. Laat maar, hij heeft geen effect meer. Oh, ik heb nog haste. Ik heb nog haste. Snel. Voordat mijn haste op is. Nu kan ik nog snel hakken. Oh, kom op, kom op, kom op, kom op. En de haste die is... verdwenen. Oh, het verschil is eigenlijk helemaal niet zo heel hoog. Zo, dan is de beacon die is ook lekker weggehaald. Ziet er ook weer een beetje netjes uit. Halen we de beacon zelf bedoel ik nog even weg. Het goud was weg. 1, 2, hoppakee. Dan, boeit me dit om dit? Ja, ik plaats wel gewoon de lengte onder. Oh, het is raar om mezelf hier kaal te zien. Zo doen we zo. Dan wordt het in ieder geval even licht hier. Dat er geen monsters spannen. Ik heb geen zin om het helemaal op te vullen. Ik vul het gewoon lekker op deze manier op. Oh, die had Fred geplaatst. Dat groene ding. Stink Fred. Vandaar dat de beacon groen was. Fred had gewoon zo'n groene glaspane erin geplaatst. Kijk, en dan nu plaatsen we de beacon hier. Dus dan hier komt de beacon. Betekent dat het even uit moet gehold moet worden. Zo, dan hebben we dat ook uitgegraven. Dan kunnen we het makkelijk allemaal even opvullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik weet niet waarom ik tel, het was nergens voor nodig. En dan kom ik precies uit. Want dan kan hier weer de beacon... Oh, waarom haal ik hem eruit? Hier kan de beacon weer op zo. 1 en 2. Oh, ik schrok even. Ik denk, nee, ik heb het verkeerd gedaan, maar hij deed het wel. Dan heb ik even een oor nodig. Laten we zeggen een ijzer of zo. Of een diamond, weet ik veel. Maakt in principe niet uit. En dan kunnen we daarmee de beacon weer haste geven. Hallo, Fred. Hoi. Hey, ik moet even wat uit de bank... Waarom is hier een grasblokje? Ik moet even wat uit de bank halen. Oké. Okay. Let maar niet op mij hoor. Ik moet gewoon even hier mijn sleutel uit mijn chest halen. Zo. Hoppakee. Dan moet ik hier de bank open doen. Zo. Of de sleutel of mijn kluis. En dan kan ik eruit halen. Laten we het met 1 diamond doen. Prima. Zo. Oh, oh mijn god. Waarom sta je achter me? Ik kijk of alles goed gaat. Ja, het gaat allemaal prima, joh, Fred. Nergens om je zorgen over te maken. Oh, pas op dat je niet in de deur terecht kwam. Nee, jij ook niet. Dan doen we deze ook weer dicht. Zo, pas op dat je ook niet in die deur terecht kwam. Jij ook en dan niet. Heb ik genoeg. Dankjewel, Fred, voor het meewerken. Ik heb een nieuwe aanvraag. Ik ben druk. Echt? Wie neemt er de kluis? Rick. Oh! En Noah. En Noah, oké, okay, leuk. Leuk, heel leuk. Weet je wat voor deur ze willen? Nou? Ros, gutve. Rick en Noah nemen dus een nieuwe kluis, jongens. Oh, wat nou als we die gaan... Die kunnen wel overvallen, I mean... Pff, waarom niet? Weet je, we kunnen gewoon zeggen... laten we de kluis van Rick en Noah bemachtigen... en stelen wat erin zit. Ja, het is maar een ideetje, hè? Oké, maar eerst laten we eventjes zo... haste 2. Alabadaboom. Hoppakee! Haste 2 is geactiveerd. Laten we dan nu eventjes hier beneden een beetje belichten. Het is nu wel echt mega donker... en er spant elke keer vervelende dingetjes spannen hier allemaal... die ik eigenlijk niet hier wil hebben. Zo, het hoeft niet extreem belicht te worden... maar gewoon een beetje is wel fijn, weet je. De beacon zorgt ook voor licht. Maar een lanterntje hier en daar kan natuurlijk... helemaal geen kwaad. Hoppakee. Dan zie ik nu echt duidelijk dat dit gewoon niet belicht is, jongens. Dat is wel heel lelijk. Moeten we nog even doen. Maar komt de volgende keer wel. Oh, eigenlijk moet dit randje ook nog... Moet ik dat randje ook nog even doen? Denken jullie? Even kijken. Nou, ik hou dat randje wel van steen. Voor some reason vind ik het er wel clean uitzien dat dat gewoon van steen is, dat randje. Misschien als ik daar zelfs
stone brick van maakt. Dat... Oeh, daar gaan we. Ja, daar heb ik nog wel zin in. Laten we daar nog even een stone brick randje van maken. Heb ik genoeg aan een stack? Ik denk het niet, maar ik heb genoeg steen bij me om stone brick te maken. Dus, kijk. Doe alleen nog even zo. Hoppakee. Dan gaan we dit even helemaal dit randje zo netjes maken. Oh, ik kom echt één stone brick tekort. Maar dat zeg ik. Ik heb gelukkig dit allemaal bij me, waardoor ik gewoon stone brick kan maken. Maar het was wel echt precies gewoon eentje tekort. Dat was wel jammer. Maar nu dit stone brick is, ziet dat er ook netjes uit, denk ik. Laten we even kijken. Het is nog steeds nacht, dus... Ik kan niet echt heel goed zien allemaal. Maar ja, ik denk dat het wel leuk is als we dat in ieder geval stone brick houden om het gewoon af te scheiden. Want dit wordt uiteindelijk toch ander blok. Maar het ziet er even netjes uit dat het nu gewoon gras is. Het voelt het gewoon even een beetje afgewerkt, weet je? Dat mensen hier dan rondvliegen ook of rondlopen, weet ik veel allemaal. In die Elytra overvliegen. En dan gewoon dit zien en denken, ja, dit ziet er al leuk uit, weet je? Ik ben tevreden. En dat visje die daar aan het zwemmen is, die is ook tevreden. Hallo lief klein visje, ben je paars met... Oh! Nee, hij is gedespawned. Ah. Wat een progressie is er vandaag weer gemaakt, jongens. En wat een verhaal is er ontstaan in mijn kasteel. Ik ben heel erg in de war. Maar ik hoop dat jullie het wel een leuke video vonden. En misschien dat jullie ook net zo in de war zijn als mij. Zo niet, kom met tips en ideeën. En vergeet vooral niet te liken, dat is belangrijk. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Is heel belangrijk om te doen. Maar dat heb ik net ook al gezegd. En dan nu, kijk lekker het vorige content van je. Want hierin ben ik ook volgens mij met Fred en weet ik wat allemaal. En de vuurwerkshow en Frank. En oh ja, dit is trouwens gewoon een mooie vuurwerkshow. Zo, hele leuke video om te kijken. Gewoon even doen. En dan nu spreek ik laat glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo-ho-ho-ho.